Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play YouTubers Live, waar we in het leven van deze YouTuber gaan volgen en ja, gaan kijken wat we hier allemaal kunnen bereiken als carrière. Hè? Ja, eigenlijk is dat een beetje het doel van het spel volgens mij. Ik zal hem weer even aanzetten, want dan gaan we weer verder met onze kijks en onze abonnees gaan wat omhoog. Het is eigenlijk allemaal best wel heel relaxed natuurlijk. Hè? En verder denk ik eigenlijk dat het een beetje tijd is om ons computer langzaam maar zeker wat te gaan upgraden. Aangezien ik denk dat dat eigenlijk natuurlijk ook gewoon wel heel erg handig is. Anders dan ja, moet het allemaal ook zo moeilijk zijn. Maar ja, ik denk dat het dan gewoon heel langzaam maar zeker gewoon heel erg moeilijk wordt. Veel te weinig geld om onze huur te betalen deze keer, maar als we dan even gaan werken, en we werken 4 uurtjes. We hebben in ieder geval 4 uur gewerkt en met die 4 uren die we werken krijgen we in ieder geval weer wat geld. We krijgen wel wat geld, nou dat is altijd nice. Even de computer upgraden. Le upgrade onze computer, want dat is natuurlijk super nice. Ja, het scheelt dat we hier krijgen ook alweer $14 van. Zo, ja, $14, $15. Nieuw game video. Nou, we ook wel eens even kijken naar een nieuwe game video. Even Clan Wars spelen. Ik denk dat we de Clan Wars moeten gaan doen, omdat ik denk dat we dat moeten gaan doen. Ja, puur omdat ik denk dat we dat moeten gaan doen. Denk ik. No filter. Ja. Zo, denk ik maar. Excellent. Oh kijk, we hebben straks te weinig stroom denk ik om shit te kunnen gaan doen hier in dit huis. Denk ik hoor. Daar ben ik wel een beetje bang voor inderdaad. Nou, laten we beginnen. Een paar punten van mij. Dan moeten we eigenlijk 5. Oh, kijk, 5 daar van mij. Paar van mij, dat is eigenlijk wel heel erg relaxed. Maar voor deze gaan we dat ook gewoon wel. Shit, dat is dan nieuw. We hebben er maar wel 1 punt in, dus dat is wel heel slecht eigenlijk. Maar ja, check nu toch voor ons. Zes van. Op zich, goed genoeg lijkt me. Dan gaan we de video editen natuurlijk. Heel erg belangrijk. Een van de belangrijkste dingen in het leven natuurlijk, hè? Video's editen. Zo, heel ook leuk hoor. Als je slaapt. Heel erg leuk. Soms dan moet het even gebeuren natuurlijk. Ik zit even te kijken. Die kan ik niet pakken. Dat gaat het niet worden. Het is ook niet logisch. Oh, we kunnen nog meer. Oh, render. Yes, we moeten publish this video. Clan Wars. Nieuw record. Dus dat is eigenlijk ook best wel heel erg relaxed. Improve your reputation with Hall. New rewards on the way. Oh, netjes. Thank you. Pizza. Slava.
Als je 100 per video maakt, dan zou dat eigenlijk best wel heel erg leuk zijn natuurlijk. Ja, dat zou gewoon echt wel heel erg leuk zijn, maar ja, dat zal nog even duren. Lijkt me dat het nog wel even duurt inderdaad. Nieuwe game. Oh, die consoles zijn allemaal best wel heel erg duur. die consoles zijn allemaal veel te duur voor mij op dit moment. Ik kan me niet betalen, nee. Het is heel triest, maar ik kan het echt niet betalen. Maar wat we nou even gaan doen, denk ik, is... Ja, dan moeten we een andere video gaan maken, denk ik. Call of Fury. Doen we die, gaan we hier wel lekker spelen. Ook altijd een goed idee. Zullen we kloppen? Heel. Druk even de keer op automatic, want dan hoef ik niet zelf elke keer te klikken. Scheelt gewoon werk toch? Het is gewoon makkelijker. Soms dan moet je ook gewoon even de lazy life kiezen. Games praten, want dat is ook wel leuk. Dat kan niet meer. Dat is weg. Maar dan krijg je niet een hele hoge score, maar dan hoef je ook niet elke keer alles te klikken en zo. Dus dat is op zich. Voor zo nu en dan is dat op zich best wel relaxed. Watch me play making. Op zich kunnen we die wel even maken, want dat is op zich niet zo heel moeilijk. En partying kunnen we op zich ook wel proberen, normaal gesproken, maar... making a gameplay video, nou, hoe we dat dan zullen gaan doen. Gameplay video moeten we even gaan maken. Nou, dan doen we er pas even van de geweldige game die we hier hebben staan. Gaan we dat doen van Claire Wars. Gameplay video, yes. Ik kom er wel op neer, ja. Dan doe ik nog wel weer lekker automatic, want dat is gewoon makkelijker. Soms dan moet je ook een beetje die lazy life hebben, toch? Dat doen we nu dus even. Ook niet heel erg trouwens, want... Oh, nou, weet ik niet of dat niet heel erg is. Je krijgt wel hele basic shit natuurlijk, maar dat is niet eens heel erg. Ja, een beetje boeien dat het soms niet heel erg is, niet heel erg perfect is ofzo. Ja, als we shows. Ik denk dat we voor die moeten gaan, want dat is natuurlijk ook best wel heel erg nice. Weet je wat, hoe meer... shit we krijgen, hoe beter dat is natuurlijk. Ja, dat is gewoon zo. Het is gewoon echt zo. Dat is gewoon hartstikke nice en ook leuk. En ook een hele goede zaak natuurlijk. Het maakt niet eens uit hoe het eruit ziet. Dan gaan we lekker zo. Ja, gaan we toch even lekker zo. Oké, dat is ook niet heel erg. Nee, dat is ook niet heel erg. Het is ook wel eens een keertje leuk eigenlijk, hè. Dat we gewoon even lekker relaxed hier kunnen gaan zitten. We hebben de tijd wel even lekker snel gezet, hoor. Want anders dan
Is het zo saai of zo? Dan is het gewoon een beetje saai. Saaie gewaarwording dit. Ah. Dat is gewoon zo. Welcome to the presentation. We love blablabla. We love software. Nou, PlayStation. Die hebben we ook niet. Dus dat maakt niet zo heel erg interessant voor ons. Dat is niet heel interessant. Dat is niet zo heel interessant voor ons dan, want ja. Allemaal hier. Ja, we gaan weer weg hoor. We gaan weer weg. Dat is ook wat. Ben je er net, ga meteen weer weg. Van lullo. Sneeuwvieruur. Oh, nu moeten we hierheen. Dood. Oh ja, kan ik. Kan ik als de beste. En deze kunnen we ook proberen, maar meestal lukt dat niet. Nou, ik heb toch geen PlayStation, dus ik hoef er ook niet heen. Nee toch? Oh, ik had eigenlijk er even snel iets moeten tweeten, maar dat heb ik dus niet gedaan. Yeah! Dus dat is misschien dan weer niet zo heel erg netjes en niet zo heel erg handig voor mij, maar... Doen we nu meteen... Oh, ze zijn er natuurlijk nog niet, hè? Nee, dus dan moeten we nog even wachten. Want... Meestal gaat het allemaal gewoon heel erg, is dit eigenlijk wel heel erg irritant ofzo, want ja, je moet gewoon vet snel die video's maken, dat is gewoon hoofdpijn. En ook moeilijk, meestal, want ja, het duurt ook wel 24 uur voordat die gerenderd is en dat soort fratsen. Ik heb alleen die, maar ja, die wil ik eigenlijk juist niet. Dat lijkt me niet echt heel verstandig in ieder geval. Dat lijkt me niet heel erg verstandig, nee. Voor deze, dit is wel heel erg goed natuurlijk. Ik denk dat we dit ook wel redden hoor. Ik denk het wel. Normaal gesproken zouden we het wel moeilijk kunnen redden. Want ja, beter deze dan de ander. Denk ik dan. Word ik dat niet meer, dan heb ik niet meer punten voor. Dat is ook wel lelijk hoor. Daar hebben we niet genoeg van die dingetjes. Nee, daar hebben we niet genoeg van. Blijkbaar hebben we daar niet genoeg van. Blijkbaar hebben we daar niet genoeg van, nee. Maar dit is wel heel interessant. En dan moet ik even snel kijken wat ik tekort kom, want ik kom wel tekort natuurlijk. Maar dan moet ik eigenlijk even... Oh, dat is ook net genoeg. Daarom moet ik gaan slapen, want dat moet ook even heel gauw gebeuren. En dan moeten we als een idioot die volgende gameplay video maken. Dat is gewoon heel erg irritant.
Ja. Ja, ik denk dat we dat gewoon zo moeten doen. Het scheelt dat we dit alvast kunnen opnemen, dat we gewoon alleen maar hoeven te kijken naar hoe, ja, hoe we de rest allemaal gaan doen. Maar ja, dat scheelt wel weer. Ik denk dat het lijkt me eigenlijk wel, hè. Deze dat is ook wel heel relaxed. We hebben daar al 8 punten in, daar 3. Zo, dat is wel netjes. Ja, nou moet ik kiezen. Dan gaan we voor. Die. Ja, ik voor deze punten gaan zo. Als ik daarover nadenk, dan denk ik. Oh ja, eigenlijk is dat altijd beter geweest, maar ja, dat is heel te laat. Het is nu wel helemaal te laat. Ja, eigenlijk wel. Deze kan ik hier bij. Ik ben helemaal bij dat ik ook wel weer bij ben. Ik moet alleen nog meer lollig worden, dus als ik dan voor die ga. Daar een paar voor mij en daar eentje voor mij. Dan hebben we hem eigenlijk ook wel bijna. Ja, nou, dit is wel een hele lastige. Deze. Op u, ik denk dat dat hoort. Nu weet ik niet. Daar ga ik voor. Voor die. Ja, dan ga ik voor deze. Dan weet ik zeker dat die ook haal. Nou, deze gaan we ook al niet meer redden hoor. Dat is wel, ja, ik vind het wel lelijk dat je dat. Je kan die twee tegelijk redden. Dat lukt gewoon dus niet. Alleen elke keer hoop ik het gewoon weer. Dus ja, dat is gewoon stom van mij. Dat ik daar elke keer weer intrap. Dan ben ik gewoon een beetje een domme lulbed natuurlijk, hè. That's what it needs. Want het is over 2 uur moet hij al klaar zijn, dus dat lukt niet. En ja, nee, dat lukt gewoon niet, nee. Ik heb mijn best gedaan, maar het lukt niet. Moet ik nou maar even gaan slapen. Dan gaan we even lekker een spaghetti bolognese eten. Naar het werk toe, dan gaan we eerst de prinses spelen. Het is niet spelen, het is gewoon fucking werk, hè. Ook gewoon zo erg, het is gewoon fucking. Wie houdt er dan van zoveel werken? Niemand. Het is gewoon helemaal niet eens leuk. Nee. Meteen ook gewoon, ja, dat vind ik altijd wel heel irritant als we dat meteen moeten. Basic turquoise, oké, nou. Hebben wij ook een turquoise? Nee toch? Nou, net weer de kleur die we niet hebben, zeker. Nee, we hebben geen turquoise. Oh, dat is lekker. Daar ga ik gewoon zo, kaboeien. Dan gaan we gewoon zo hoor, dat voelt niet zo heel veel, denk ik. Gaat om de film. Gaat om de film, zeggen ze dan. Nee, gaat niet om de film. Juist niet om de film. Gaat om dat je heel veel coole mensen komt. Pippers, pippers, en dan moet ik naar Publix. Moet ik even wat tweeten. Ja, we met haar praten over YouTube. Oh, ik denk, dacht eigenlijk dat ik daar kwam. Ja,
Laat me. Denk ik of niet? Ah. Hier, wat een egoïst. Ik denk dat het een goede. Ah. Ik dacht dat zij een koek was. Nee, dus. Wel maar even een pitch. Met een level 7. Ik ben wel level 11, maar ik heb wel een leuke karakter in de heer. Wat een teringmoe. Dat is niet netjes, maar dit is wel zo. Ik vind die echt een aardige mevrouw. Ik denk, nou, dat zal toch wel een goede kok zijn, maar dat is niet de kok. Hier hoef ik ook maar niet te gestouwd. Daar worden mensen toch niet vrolijk van? Wij worden mensen juist niet vrolijk van, dus ik heb beter manier doen. Lijkt me van wel, hè, dat je dat op beter manier doet. Let's go, zit. Ja, dit kun je net goed zien, toch? Het is een goede plek, hoor. Ja, ga je er ook nog bij zitten? Dat is wel zo gezellig, hè? Dan gaan we samen naar een film kijken waar je toch niks kan doen. Oh mijn god, de film duurt nog een minuut. Ik snap niet. Kijk, dit is eigenlijk gewoon geen eens content. Hè? Dit is gewoon klikken en wachten totdat je. Ja, totdat het klaar is. Maar dat slaat eigenlijk gewoon helemaal nergens op. Dat is gewoon heel saai eigenlijk. In feite is dit heel saai. Je mag ook helemaal niks doen, dus wat ik zelf ga doen is gewoon dit. Echt niet hier naar kijken hoor. Dit zien op de film gaat altijd gewoon te saai zijn om naar te kijken. Lijkt me. Ik zal nog eventjes 2 uurtjes gaan werken. Na die 2 uur zal dat pakketje er wel zijn. Lijkt me. Ik had er al een pakketje gegeven. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik wil goed weten dat ik even naar de cards ga kijken. Want we moeten kijken of we weer een nieuwe card kunnen fixen voor onszelf. Lijkt het nog niet echt op, bijna. Dit soort dingen lijkt me eigenlijk wel heel relaxed. Op deze nog beter, hè? 4 en 4 erbij, maar ja, wel heel duur. Dus dat duurt nog wel even dat we dat gaan. Yeah! Dit maar weer bij. We hebben replying on all the comments. We hebben een nieuwe gaming video opnemen. Ik wist wel dat we nog wat moesten doen. Alleen ik had die. Ik had de game nog niet echt gezien ofzo. Beetje vaag eigenlijk. Dit is ook vaag dat het nu in één keer 9 dagen duurt. 9 dagen kunnen we makkelijk halen. Kun je altijd makkelijk halen. 100k views, eigenlijk dat ik wel tegen wil hoor. Ik weet het niet. Oh, dat is wel heel hoog. Dat is echt heel hoog. Ik heb best een beetje gedaan. Die in ieder geval te hoog dan. Wel een beetje irritant is dit. Deze, want je hebt de meeste script nou, dan is dit de enige waar je voor kan kiezen. Ja, het is toch wel. Het is eigenlijk de enige waar we voor kunnen kiezen. Laatste video, dus die kan je niet als laatste als eerste weer doen. Dus in feite kan je dit al nooit halen.
Nou, ik heb wel punten in de skip zetten. En wat extra color en background music. Ik zit nog steeds op 21 uur editen, maar dat maakt niet uit, want het is wel beter voor het leven. Als het beter is voor het leven, dan moeten we dat altijd doen. Lijkt me. We moeten maar weer eens gaan slapen, dus we zorgen niet zo heel goed voor onszelf. Als je dit zo ziet. Oh, we krijgen geen experience meer als we hier blijven wonen. Dat is lelijk. Maar, krijgen we wel geld? Eigenlijk is nu wat we een beetje nodig hebben, zijn meer kleding, betere computer en dat soort fratsen, denk ik. Maar dat weet ik ook niet zeker, want... wacht, ik kan nu even niet uploaden, want ik moet eerst even... Wacht, ik wil geen nieuwe... ik wil eigenlijk even huisje. Maar ik moet eerst nog even uploaden. Dan gaan we even werken. Even snel werken, ja, want ja, dat is ook wel heel erg verstandig. En dan gaan we even naar upgrade. Mijn computer, bitch. Zie, daar gaat de stroom gaat allemaal omhoog. Dat is eigenlijk gewoon heel erg lelijk. Want dan kennen we dadelijk niks meer. Alles wordt ook wel heel erg duur trouwens. Maar kijk, als je het een beetje richting dit gaat, dan wordt het natuurlijk wel beter. Dat is gewoon zo. Maar daar heb ik nu dus de beterste van gekocht. Die moet ik wel even kopen. Ik denk dat het op zich wel... Maar dat denk ik, dat weet ik niet eens zeker, maar ik denk wel dat dit, zeg maar wanneer we het volgende level gaan halen, gaan zijn, dat we hem dan vanzelf wel gaan halen. Ja, dat denk ik. Watch me play. Alles is low. Moet ik eerst even een nieuw game kopen dus. Ik moet even shoppen, want ik wil een nieuwe spel halen, want anders dan heb ik geen... ...geen games meer voor mijn kanaal. Wel heel erg inefficiënt hoe zij al die posten versturen. Dat is echt heel inefficiënt. Ik ga even een nieuwe game video opnemen, want ja, dat kan nu. Maar dit is niet die game. Oh, ik snap het al. Dat waren de upgrade tools. Nou, heb ik pas een video. Oké. Een gaming video, ja. Video aanmaken, mevrouw, dus ik heb nou even niet heel veel tijd. Het enige wat ik zeker weet is dat ik nu dit druk mee bezig, zodat we wat meer subscribers krijgen. Hoe meer subscribers, hoe makkelijker het leven weer wordt natuurlijk. Hè. Dat klinkt ook allemaal wel weer hartstikke logisch. Het is ook logisch, dus wat dat betreft, ja, als iets logisch klinkt, dan zal het ook wel logisch zijn. Dat klinkt ook allemaal wel weer heel erg wijs, hè. Nou,
aan die dag, want dit duurt me allemaal veel te lang. Deze mafkees die is alleen maar bezig met scrollen. Daarna gaan we hier de comments maar even van moderaten. Misschien dat we dan nog even net een paar meer krijgen of zo. Het zou heel nice zijn voor mij. Want dat kan je toch? Meer shit is meer shit. Ja, eigenlijk wel, hè. Show video results. Ik heb wel heel basic, maar dat maakt niet uit, want ja, het gaat omhoog. Zo moeten we dat maar wat zien. Before it all ends, dan moeten we hem even één keer gaan werken. Dan werken we even 6 uurtjes en dan ga ik dan denk ik de aflevering afsluiten. Dan hebben we in ieder geval weer geld om onze huur te betalen deze maand. Dat is gewoon wel heel erg nice. Het is gewoon wel beter ofzo. En ik wil eerst proberen alle upgrades even te kopen voordat we weer gaan stoppen, want dat is gewoon ook wel... lijkt mij gewoon heel erg wijs ofzo. Ik weet niet of het nou echt beter is, maar ik denk wel dat het beter is. En als je voor je gevoel hebt dat het beter is, dan moet je dat eigenlijk altijd gewoon lekker doen, of niet? Vind ik wel. Ik denk ook dat het gewoon logisch is dat we dat dan moeten gaan doen. Dus voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Ik in ieder geval wel. Ik vond het wel top. Hopen dat we straks gewoon nog wat extra dingen erbij kunnen fixen voor onszelf. Eigenlijk is nu wel een beetje het doel van zorgen dat we veel abonnees erbij krijgen, zodat we veel makkelijker onze kijkers kunnen krijgen in het leven. En dat maakt het leven weer een stukje makkelijker. Maar goed, voor nu dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ik zeg, laters!